Dus ik wil zo beginnen ween en zo, nee, inhouden, inhouden! Dus je ziet zo. Oh shit. Yo, wij zijn samen te zien in het derde seizoen van Onder Vuur. En we gaan nu een paar fragmenten checken. Brandweer! Is er iemand? Brandweer! Stop! Oh, is er iemand? Stop, het is te warm, het is veel te warm, we gaan over vergeten. Oh, brandweer! Er zijn Tomajaden. Oké, defensieve buitenaanval voorbereiden. Ja, ik zou er gek van worden, hè. Als je zo in die brand zit en iemand de koppig en wilt niet luisteren. Ja, inderdaad. En duwt u de dood in. Heel vervelend. Jij hebt in dat brandend huis ook moeten draaien, hè? Ja, ik was mij aan het herinneren, er zijn twee aparte draaidagen. Yeah. En in dat huis was dat echt ridiculous warm. Ik herinner mij ook dat ik me aan het aankleden was. Omdat ik zo vroeg aan een brandweer van, zeg, en mannen, is dat zo wat veilig en is dat wat in orde? En letterlijk, en die zo, oh, ja, maar dat is allemaal security. En letterlijk op de gang zie ik de klankman met zijn hand verbrand, yeah, van net een take die is opgenomen. Ik dacht, ah ja. Maar hij had ook zijn handschoen uitgedaan of zoiets, hè? Niet? Ja, ja, ja. Hij was zelf niet slim. Hij had zoiets van, ik wil voelen of dat mijn boom zelf niet smelt. Ja. En, ja. En wat doet dan de warme boom? Maar ja, hij had al twee seizoenen erop zitten, dus ik snap het wel dat hij zoiets had van, hey man, I've seen enough fire. Maar het was toch vuur, niet meer spelen, hè? Nee, blijkbaar. En het was ook echt warm. Je hebt een pak aan en ik herinner mij gewoon, heel die draaiperiode herinner ik mij gewoon, heet, heet, heet. Het was ook zomer in dat pak. Ik vond dat eigenlijk niet erg. Ik had gewoon een bikini aan onder dat pak. Het was 30 graden buiten. En True. Ik vond dat zo nog wel cozy en warm. Want no matter, allee, als je nu aan het zweten werd, maakt het toch niet uit. Ik was aan het zweten. Nee, dat is waar. Maar Ocharmen, het kostuumteam, die onze t-shirts nadien zo, zei knap zo. Sorry, again. Ja, iedereen is buitengerakt, hè. Jij bepaalt hier niet. Ik bepaal dat trouwens ook niet. De regels bepalen. De regels. Okay? De slachtoffer uit de brandweernaal is niet meer volgens de regels of wat? Huh? Dat is niet wat jij hebt gedaan. Wat? Oké, okay, wat was ik dan aan het doen? Huh? Nee, Lander, wat was ik aan het doen? Nee, maar oké. Okay. Moet ik het zeggen? Zeg het. Wat iedereen denkt, wat niemand durft zeggen? Wat? Zeg het. Dat je de dood aan het opstopen doet. Hey, Tom, hey. Tom. Je gaat Nina zo niet terugkrijgen. Hey! Hey! Hey. Hey. Oh, dat was zo heftig. Dat was zo cool om te zien. Hoewel. Oh, dat was zo goed. Had jij pijn? Nee, we hebben dat wel goed gerepeteerd, hè, die val. Want dat was echt zo van, ja, vecht even. Zo van, nee, we hebben dat wel even goed geïnstalleerd. Je had zo'n padding in je rug, hè? Ja, mijn rug om echt zo pak op de grond te kunnen vallen. Maar dingen, hij heeft zijn hand wel echt pijn gedaan. Maar ja, ik bedoel, die slaat tegen eruit. Dat stond ook niet geschreven, weet je. Het was niet zo van slaag op de brandweerruit. Het was gewoon rage. Oké, ruit. Ik dacht echt, dat ging zo, hè, dat ruitje. Ik dacht echt, ze biedt is die kapot. Het had problematischer geweest, want dat was een... Ja, weet je, die wagen... En hij is niet naar het spoed gegaan, denk ik. Nee. Ze hebben hem wel aangeraden om dat te doen. Ja, net wel zeer. Maar, kijk, the rage was real. Ja, zo gaat dat. En laten we eerlijk zijn, mijn personage zat ook een klein beetje op te wachten dat hij een toek in zijn gezicht ging krijgen. Hè. Maar ik begrijp je personage wel. Al zou ik het misschien in zijn plaats iets liever hebben aangebracht. Van, zeg Tom, als je donkere gedachten hebt, misschien moet je het niet op andere mensen projecteren. Hey. Maar jij werd van, zal ik het eens zeggen? Om mijn personage te verdedigen, I did try to talk to him. Dat is waar, dat is waar. Nee, maar ik vond het goed. Ik vond het echt goed. Oh. Dat is de eerste aflevering ook, denk ik, hè? Dat is zo allemaal... Ja. Direct al op de vuist. Ja, je weet... Dramatisch. Het is je weet welke kant het gaat opgaan, heel de reeks. Yep. Yep. Drama, action. Let's go.
doen, dat is te gevaarlijk. Kom, naar daar. Kom. Oké, 1, 2, 3. Voorzichtig, hè. Kom in. Kom hier in. Die foto weg. Die bak hier. Hup. Kom op, check de pols. Ik heb echt geweend in die scène, maar echt tranen met tuiten. En die was zo de hele tijd van... Enon! Enon! Enon, anders geen on! En ik had hem niet verstaan, dus ik dacht dat hij zei... Ween of zo, niet inhouden of zoiets. Dus ik wil zo beginnen wenen. En zo, nee, inhouden! Inhouden! Dus je ziet zo... Oh, shit. Je ziet dan zo mijn lip zo een beetje beginnen trillen en dan kut het weg. Wel intens voor u ook. Alleen voor uw personage en voor alles. Ja. Goeie scène. Het is ook crazy hoe dat gebeurt echt zo, hè, met die gsm's en dat PFAS team, ook die mannen met die honden. Mm-hmm. Ik herinner mij dat wij zo een opleiding hadden gehad, dat die zo lieten zien wat die allemaal gingen doen. Het is in Haiti met die aardbevingen en zo zijn geweest. Ik dacht, my god, die job is echt insane. Dat gebouw was een half afgebroken gebouw, voor zover dat ik me herinner. Dat was ergens in Roeselare. En de stukken die op die jongeren liggen, dat waren allemaal fake stukken... Rots, wat is het woord? Steen. Mm-hmm. Dus dat woog niks. Maar dat gebouw effectief, hoe dat eruit zag, was wel real deal. Dat was heel nice dat we dat konden gebruiken. Maar alle attributen daar rond waren wel grotendeels niet echt. En werden daar gewoon gezet om de sfeer te scheppen. Het zou ook maar lastig zijn, denk ik, om altijd zo echt rotsblokken te moeten opheffen. Lastig om te spelen ook als dat op je ligt. I died for my art. Inouwe! Mannen, we moeten ons haasten. Als die zeer is alles onstabiel. En ik ga niet beginnen slijpen in een onstabiel voertuig. Ah, die scène. Dat was wel nat en koud. Yep. Ja. Ambulanciers zijn er. Schip! Door u. Dekke. Tweede slachtoffer zo snel mogelijk evacueren. 1, 2, 3. Draaien. Matthias, kijk naar mij. Doe geen ogen op. Die zee, dat was zo tricky, omdat... Ja, dat was nog een ding. Ze waren continu die auto naar een kraan aan het verplaatsen, de hele tijd. Omdat die zee wat dichterbij kwam. Dus in die scène gaat dat de hele tijd over... Dat water mag niet dicht genoeg komen. En ik bedoel, letterlijk daarnaast, on set, was die... Zelfde problematiek ook bezig. Zo van, ah fuck, die zee is daar. Zet dat terug, ah fuck, die zee is daar. Ja, echt, om de 20 minuten werd die auto van hier naar daar verplaatst, van hier naar daar. Inderdaad. En die figuranten, dat vond ik wel echt straf. Die waren er allemaal in zomerkleren. Echt zo met sletsen, korte broekjes. Ja. En dan dacht ik, jullie respect. Verdienen meer respect. En wij hadden het kou in dat pak. Ja. En dan was ze van, oké, we gaan gewoon zwijgen. Ja. Shut up, die mensen zijn hier aan het bevriezen. Mondje toe en gewoon gaan. Zeg jij dat, is dat Louis? Dat is Louis, hè? Nee, dat ben ik. Zeg jij. Yes. Ik heb voor de wind rapper. Alsof dat helpt. En als je rapper ging, dan blokkeert hij dat ding. Ja. Orlando is eigenlijk echt een irritant personage, vanaf een bepaald punt. Oh! Ah! Fuck! Fuck! Pieter, haal het! Fuck! Pieter, alles oké? Oké, ik ben oké, Ik ga alles op de safety line hangen. Ja. Oké, valkuist ontplooien. Oké. Kijk, wat was het hier niet? Doe hun doen, kom aan. Relax.
Vincent. Time to die, boy. Oh. Hey. Heb je dat echt gedaan, die val? Oké. Ik heb alles gedaan buiten die laatste metertjes die val. Wie heeft het dan gedaan? Stuntman. Omdat het ding was, die mat die je ziet vallen, waarin dat je invalt, dat is not funny. Omdat je zit helemaal gegeerd met al dat spul. En dat spul valt ook op je rug en dat soort crap. En die gast kwam daar ook uit. En dat was een professionele valmat. En die was ook zo van... Auw. Ja. I'm good, maar ik ken het. En als een stuntman dat zegt, dan weet al van... Oké, ik ben blij dat je dat gedaan hebt. Maar ik heb eigenlijk daarvoor die val moeten faken. Dan hebben ze mij aan een kraan nog apart gehangen. En dan moest ik die val de hele tijd faken. Maar dat was het. Dat was fucking horror. Omdat die gasten die lijn opentrokken om mij zo gezegd te doen vallen, die konden zien. Dus je zag die gasten gewoon zo die lijn zo... Dus je zag die lijn zo weggaan. En dan deden die terug dicht om te faken dat ik... Zo die eerste, toen, dat eerste koord. Ja, toen hij wegviel, dat bedoelde. Ja. Maar dat was echt, ik heb dat zo 12 keren moeten doen. Oh. En simultaan waren ze die scène aan het opnemen met die helikopter. Dus ik hing de hele tijd in de lucht en ik werd zo op pauze gezet. En dan was ze van, ja, we moeten nu die helikopter doen. En dan zo, oké. Okay. En ik hing daar dan en ik hoorde niks. Ik had zoiets van, kom aan gasten, hoe lang moet ik hier nog hangen aan dat fucking ding? Dus dat was stressful. Maar die afdaling zelf, ik dacht dat dat het meest horror ging zijn, maar dat was eigenlijk nog redelijk chill. Dat was heel hoog en zo. En dat was... Maar het was zo die fake val. Telkens opnieuw doen. Dat ik... En vooral dat je het kon zien. En je dacht iedere keer, doe dat op tijd dicht, doe dat op tijd dicht, doe dat op tijd dicht, doe dat op tijd. Ja, je leven hangt letterlijk zit in de handen van iemand anders. Ja, letterlijk. Inderdaad. En je ziet het. Inderdaad. En dat was a bit freaky. En had je dat gerepeteerd op voorhand? Of had je... Nee. Ook niet tijdens bootcamp? Ja, dus aan mij vroegen ze, ja, heb jij ooit al eens een afdaling gedaan met die koren en zo? Weet ik wat. Ik zeg, nee, oh, dan gaan we dat eens doen. In de kazerne, dat is op 10 meter. Zo ja, oké. Okay. Dus, ik weet niet hoe hoog dat de windmolen neer was, 120 of zoiets. It's not the same. Nee, ik kan het me goed voorstellen. Van alles wat ik al gedaan heb, of zo, is dit wel echt zo... Dat is zo Hollywood great, zo van stunts en van... dacht, oké, okay, let's go. Ik vond het wel heel spannend om te zien. Ik heb mijn ouders gezien en mijn mama zei... Dit is de eerste keer dat ik iets spannend heb gezien in Vlaamse fictie. Hey, zegt moeder. Win. Goed zo. Terecht ook, want dat is ook een echt... Ah ja... Het is goed gemonteerd. Je hangt daar effectief, hè? Bedoel... Ja. Ja. Als kijker en jij als acteur. Alright, dit was het dan. Als je benieuwd bent naar meer... Check dan zeker het derde seizoen van Onder Vuur op VRT Max.